Ik ben Deli, ik sta hier bij Rico. Rico die doet de bootcamp. Hij werkt sinds kort bij de fysiotherapie in Molentocht. Rico, hoe ben jij hier terecht gekomen? Nou, ik heb de opleiding fysiotherapie gedaan. Ik ben afgelopen maart afgestudeerd. En ik heb stage gelopen op Nova weer bij de Molentocht. En ik heb heel veel affiniteit met ouderen. En ik heb gedurende mijn opleiding ook verschillende stages gedaan bij ouderen. Mijn minor daarop gedaan. En ik dacht, ik doe bij de hand, ik ga solliciteren. En zodoende ben ik hier terecht gekomen. Dat is wel leuk. Ja. Superleuk. Ja. En waarom heb je zoveel affiniteit met ouderen? Ik weet niet. Het is juist een doelgroep die geen motivatie nodig heeft om dingen te bereiken. Zoals je hier kan zien, hierachter. Het draait vooal om plezier. En ik vind dat bewegen heel erg in combinatie met plezier moet. En ook dat deze ouderen gewoon lekker samen weer gewoon wat contact met elkaar op kunnen brengen. En ik vind het heel belangrijk om daar een soort speel in te zijn. Superleuk. Ook met de fysieke beperkingen die optreden. Dat is een sleur waar je in komt. Elke dag heb je daarmee te maken. En op dit soort manieren kan je daar een beetje uitkomen met elkaar. En kan je eigenlijk een soort van vergeten dat je ergens uit je eigen huis wordt getrokken door een fysieke of geestelijke beperking. En kan je met lotgenoten, om het zo te noemen, kan je dat weer een beetje op gaan bouwen. Dus dat is heel belangrijk. En we hebben heel veel vrijwilligers, die wil ik ook bedanken hiervoor. Want vrijwilligers zijn eigenlijk het belangrijkste in deze hele rol. Wij kunnen daar maar een klein iets in betekenen. Maar mensen, als je wat vrije tijd hebt, doe wat voor deze doelgroep. Want dat is echt fantastisch. Het is hartstikke leuk met z'n allen. Super, dankjewel Rico. Ja, heel graag gedaan.